woont de Wall of Death. Mijn naam is Henry Volken en ik ben er trots op dat wij deze show aan u mogen gaan presenteren. Maar voordat wij gaan beginnen, zijn er een paar zaken heel belangrijk. Het eerste betreft uw veiligheid. Ik wil tijdens het rijden geen handen zien in de ton. Dit is natuurlijk voor uw veiligheid, ook niet op die staalkamer. Het tweede, dat is het applaus. Hoe doen we dat in de steile wand? We slaan met een vlakke hand tegen de wand aan, zoals dit. Dat wil ik eventjes van u horen. Ja, zeker. Helemaal goed, dankjewel, dankjewel. Er mag natuurlijk gefilmd worden, foto's, het mag allemaal. Maar houdt u uw toestel stevig vast. Want als het in de ton valt, dan geeft dat een gevaarlijke situatie voor de rijders en het is tevens natuurlijk niet goed voor uw toestel. Dat waren de belangrijke zaken. Voor nu kan ik zeggen, het is showtime en ik ga de rijders naar binnen roepen. En als eerste is er PC. Een snelle machine, waarop je het leert. En we hebben natuurlijk ook een leerling, wij noemen dat een rookie. En de rookie is dus de jongen die gaat leren rijden in deze wand. Hij is eind vorig jaar een beetje mee begonnen, nu begint het natuurlijk allemaal weer opnieuw. Dus de wand zal hij nog niet gaan bereiken, maar het zijn de eerste stappen op weg naar de rijder. Graag uw aandacht voor onze PT!
schitterende t-shirts en really wanna have. En ze zijn natuurlijk te verkrijgen. Ja, nou, van deze t-shirt en die kost het euro per stuk. Gaan we verder. De Wolf of Marvelous Marvin, zoals een adrenaline junk. In Amerika heeft hij gereden in de ton. In India heeft hij gereden in de ton. In Amerika noemen ze hem de Flying Dutchman. Hij zal nu gaan demonstreren waarom. En dat op deze oude dame mensen, een Indian van bijna 100 jaar oud, die al 60 jaar lang in deze wand rijdt. Houdt u even in de gaten met de kinderen, want hij maakt deze motor. Maakt veel lawaai. Even de oefening een beetje. Dank u wel. We gaan kijken of we ergens
gezien de revisie. Ook al zijn we vandaag vroeg thuis, dat kan natuurlijk. Oké, nou dan gaan we verder. Dank u wel voor uw bijdrage. En dan gaan we niet verder met het laatste onderdeel. Oh, ik zie nog een brief. Kijk. Ja, super. Goed vasthouden, zo. En het briefje in de lengte richting dubbelvouwen. In de lengte richting dubbelvouwen, ja, heel goed. En dan stevig tussen wijs en duim. Wijsvinger en duim. En dan over het ijzerdraad zo ver mogelijk. Zo, ja. Zo, dat is helemaal zoals het moet. Ik zie er één. Ja, ik zie er twee. Hè. Ik zie er drie. Ja, de dames. Super. Ja, top. Oké, Marvin, het is zover. Marvelous. Wel, ze gaan nou niet wel bepalen. Op spectaculaire wijze. We zijn wel benieuwd. Wij zijn snel. Here we go. Ik wil eigenlijk twee dingen.
Ik wil een enorm applaus voor de rijders, maar ook een enorm applaus voor uzelf, want u was een